Wat is de campagne Veiligheid Voorop? Veiligheid Voorop, daar proberen wij het brandveiligheidsbewustzijn bij de mensen te verbeteren. Oftewel dat we de mensen willen nalaten denken in hun eigen woonomgeving, hoe het is gesteld met de brandveiligheid in hun eigen huis. Zijn er woningen in Delfshaven die dit echt nodig hebben? Zijn er woningen die niet voldoen aan bepaalde eisen die nodig zijn voor brandpreventie? Ja, nou nog niet in alle woningen zijn brandmelders opgehangen. Dus, en zeker omdat in de wat oudere woningen is dat nuttig. Wat hebben jullie eraan gedaan? We zijn momenteel bezig met een campagne hier in Spangen. En wij gaan 550 woningen van Woonstad Rotterdam, en dat doen we ook samen met de deelgemeente Delfshaven en de brandweer, gaan we met drie partners de brandveiligheid in de wijk verbeteren. En gaan wij dus die 550 woningen een veiligheidscheck uitvoeren. En tevens gaan wij rookmelders ophangen in die woningen. Goed product afgeleverd. Oh ja, doe het. Ik zag dat u een hele lijst had die u afliep om de mensen nog te wijzen op bijvoorbeeld de oude televisies die brandgevaarlijk kunnen zijn. Kunt u een paar van die punten noemen? Ja, we hebben een checklist die we afwerken. Allemaal hele eenvoudige dingen met 21 simpele vragen. En dat gaat bijvoorbeeld van de pluizenfilter van de wasdroger, wordt die wel regelmatig schoongemaakt. Hoe is het met de elektriciteit gesteld in de woning? Hangen er heel veel elektriciteitshaspels die bijvoorbeeld niet afgerold zijn? Deugdelijke stekkerdozen, dat soort zaken, daar kijken we naar. Maar ook eenvoudig het gebruik van kaarsen. Is dat gebeurd op een veilige manier? Roken in bed, dat is heel erg gevaarlijk natuurlijk. Dat zeggen ook de mensen dat het heel gevaarlijk is. Maar ook heel eenvoudig, is het huisnummer wel goed leesbaar? Want als er een ambulance moet komen, of een politiewagen, of eventueel de brandweer, dan moet ook wel goed het huisnummer zichtbaar zijn, dat wij dus niet ontzettend lang moeten zoeken. En ook naar dat soort dingen kijken wij. En wat ook heel belangrijk is, kunnen de mensen veilig en snel hun woning uitvluchten. In Spangen hebben we regelmatig brand. Dus ook vele andere wijken in Rotterdam, ook op Rotterdam-Zuid en ook in het Oude Noord hebben we regelmatig woningbranden. We zijn met dit project proberen wij dus het aantal woningbranden te verminderen, om de mensen dus bewust te maken van brandveiligheid. En toevallig in dat hier aan de Maternessenhof, daar staan we momenteel, daar hebben we nu drie woningen gecontroleerd. En ook daar hebben we inderdaad vorig jaar in november brand gehad. Ik hoorde dat het juist in Delfshaven extra nodig is om dit project te starten of deze campagne te starten. Waarom? Omdat je toch te maken hebt met wat oudere woningen. En ook denk ik dat er, omdat je met mensen te maken hebt die toch de taal wat minder spreken. En ook dat er vrij veel onwetendheid is over wat je zelf kunt doen om een brand te voorkomen. En ja, wij hopen dus middel van deze campagne ook dat er dus gewoon meer bewustzijn is bij onze klanten om er zelf van alles aan te doen. En Woonstad wil op zijn beurt door het schenken van de brandmelder laten zien dat wij dat ook heel erg belangrijk vinden. Dus de komende jaren zal u heel veel van ons horen als brandweer. En hopen wij heel veel brandweermensen te activeren om brandveiligheidsadviezen af te gaan geven. Eigenlijk bij alle gezinnen hier in Rotterdam-Rijnmond.